Lijkt me een goed plan. Ik zal... Oh! We zouden een dagje gaan vissen hier op het Broek, maar wat heb jij nou voor busjes bij je? Busjes? Dat zijn geen busjes, Arjen, dat zijn campers. Ziet er goed uit. Zullen we even kijken? Ja, gaan we doen. Arjen, dit is de kleine camper. Zullen we hem even van binnen bekijken? Wat? Yes. Zo, indrukwekkend, zeg. Ja, de camper is van alle gemakken voorzien. Je kunt hier slapen in de camper. Je hebt een standkachel voor de koude tijden. We kunnen achterin koken. Dat zal ik je dadelijk even laten zien. We hebben stroomvoorziening. Dat is een omvormer, 220 volt. En ja, praktisch alles wat je nodig hebt om een leuke visvakantie te hebben, is aanwezig. Hier hebben we de keukenvoorziening, waar we kunnen koken, waar we water hebben voor de afwas. Dan hebben we daarnaast natuurlijk de koellader voor je koude biertjes en je stroom die 12 volt en 220 volt aansluit. Dus naast het zonnepaneel hebben we hier nog een aansluiting voor 230 volt, als je nog een beetje stroom tekort komt. En voor de losse spulletjes hebben we hier dan nog een opbergvak. Arjen, dit is de grote uitvoering van de campervan. Denk ik wel. Wil je even binnen kijken? Nou, hier hebben we achterin het zitgedeelte en twee aparte bedden. Die twee aparte bedden zijn om te bouwen tot een groot tweepersoonsbed. Daaronder de technische installatie en de opbergruimte. En hier heb ik een complete keuken in zitten. Waar we water hebben, kookgelegenheid en natuurlijk een 60 liter koelkast voor de nodige biertjes en wat opbergruimte. Hiermee schakelen we de boordaccu's in, waar we boordspanning hebben. Hiermee kunnen we de omvormer inschakelen. Dan gaan we van 12 naar 220 volt, zodat je overal je apparaten kunt gebruiken. En hiermee schakelen we de kraan in. Nou, je hoeft bij deze camper niet bang te zijn dat je zonder stroom komt te zitten. Hieronder onder het bed zit de technische installatie. Waar we dus de omvormer hebben voor 220 volt. De schakelunit. En twee keer over 200 ampère uur aan accu's. Zodat je in combinatie met het zonnepaneel nooit zonder stroom komt te zitten. De eerste vis van 2016 is binnen. Ja, daar ben ik erg blij mee, Arjen. Ik kan me voorstellen, zo kan je wel vaker... Een paar dagjes om een nachtje vertoeven met die campers erbij. Nou, niet alleen een nachtje. Natuurlijk voor het langere werk hebben we nog wat extra's aan de camper. Zal ik je dat even laten zien? Ja, gaan we doen. Ja, mooi.
Kijk Arjen, om nog een beetje meer leefruimte en natuurlijk comfort te creëren, hebben we hier nog wat tenten. Dat is een achtertent en een voortent. Allebei gemaakt door Karsten. Wat zeg je ervan? Zullen we ze opzetten? Gaan we doen. Ja, natuurlijk. Zo Arjen, voortent staat. Ruim zat denk je? Ik denk het wel. Ja? Zullen we even binnen kijken? Wat ruimte joh. Plenty of ruimte toch? Met de koppeling naar de camper toe. Perfect, je kan natuurlijk ook alles verwarmen gewoon met de standkachel. Ja, met de standkachel kun je de voortent erbij verwarmen. En je kunt hem er vrij makkelijk afritsen. Je kunt de tent laten staan en boodschapjes doen met de bus. Nou Arjen, hebben we ook nog de achtertent? Zet er ook even op. Gaan we doen. De grote tent staat, de achtertent staat, wij dan de grote camper. Zullen we er even in kijken? Ja? Een beetje. Je mag zitten of spulletjes erop slaan. Perfect. De achterkant kan open, maar je kunt er natuurlijk ook kiezen om de zijkanten of alleen de ramen aan de zijkant open te zetten. Dan kun je even van het hier vissen, slapen, dat is ook ideaal om de deur te kunnen slapen. Ja, daar is het achtertentje ook eigenlijk wel voor bedoeld. Fijn met de deuren open slapen, ben je snel buiten als je een aan bent gaan. Vanuit het voertuig zitten we vanuit de door de tunnel, zit je aan boord en even aan je tafeltje, je stoeltje neer kunt zetten en je tasjes en de dag door kunt brengen. Denk je ervan? Is het een heel dorp, hè? Cool, hè?